Nou, Doortrappen is een landelijk programma waarvan ik dan de coördinator ben in Utrecht. Mm-hmm. En Doortrappen is opgericht om ouderen zo lang mogelijk veilig, zelfstandig op de fiets te houden. Ouderen wonen steeds langer thuis, dus dan ook belangrijk dat ze zelf nog de boodschappen kunnen doen, naar hun vriendinnen, vrienden kunnen gaan. En Doortrappen helpt daarbij met allerlei verschillende trainingen, interventies noemen we dat. Want als je ouder wordt, veranderen er dingen. Er kunnen dingen minder makkelijk gaan, zowel in het verkeer, dat je moeite hebt om je aan te passen, moeite hebt met snelle weggebruikers, maar ook bijvoorbeeld bij het op- en afstappen. Dus vandaag hebben we dus de fietsvalpreventie om te kijken hoe kunnen we die kans op vallen nou zo klein mogelijk maken. Maar we hebben ook bijvoorbeeld fietstochten, waarbij we lekker koffie gaan drinken en een gebakje gaan eten. Dat is ook belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld de fietsquiz over wat is er nou veranderd in de verkeersregels. We hebben ook een behendigheidsparcours. We laten de mensen hun fiets checken. Staat het zadel wel goed? Krijg je geen pijn aan je knieën? Dus het is heel breed en we kunnen ontzettend veel doen. En het ligt ook een beetje aan wat de mensen graag willen in de wijk. En dan kunnen we daar rekening mee houden. Jij doet ook hier aan mee. Waarom? Op de eerste plaats ook om onder de mensen te zijn. De gezelligheid. Om lekker te sporten. Ja, gewoon het totale plaatje. U fietst nog steeds? Ja, niet meer ver weg. Ik ben 85. Dus ik fiets nog wat boodschapjes doen. En een beetje in de buurt. Een stukje langs de Vecht of zo. Maar niet meer kilometers vreten. Ik vind het zo wel leuk om met een hele groep deze dingen te doen. En al wat er nog bij leert, ik fiets toch wel, maar is het allemaal meegenomen. Maar ja, ik vind het gewoon weer leuk om met z'n allen een beetje oefeningen buiten te doen ook en zo. Ik heb een gewone fiets, daar heb ik geen helm voor. Maar ik heb een helm en zodra ik op de e-bike ga, stap, doe ik de helm op. Mijn dochter wil dat ik hem altijd op doe, maar... Die grens is nog even iets, dat komt nog wel. Daar bent u te jong voor. Nou, ik ben 73, dus ik denk dat het niet aan leeftijd gebonden is. En dat het gewoon überhaupt altijd heel verstandig zou zijn. Als het verplicht zou worden, ja, dan wordt het denk ik een stuk makkelijker. En merk je bijvoorbeeld bij links afslaan wat een hele complexe verkeerssituatie is? Je moet sturen, je moet omkijken, je arm uitsteken, doortrappen. Als je nou merkt dat dat lastig wordt, ja, stap dan af, neem de fiets aan de hand en ga in etappes over. Andere wat je ook bijvoorbeeld kan doen, is als je merkt van het is ontzettend druk op de weg, dat je een andere route neemt. Dat je een parallelweg kiest, even naar rechts gaat, een straat kiest die rustiger is en van op die manier van A naar B komt. En rekening houdt met de spits, maar ook goed oefeningen doet om fietsfit te blijven. En nou heb ik gezien over enkelvoudige ongelukken. Nou, wat is nou een enkelvoudig ongeval? Uit balans raken waardoor je valt. Bij het op- en afstappen. Een noodstop maken. Net in het zachte deel naast het fietspad komen. Een stoepje raken. Een paaltje raken. En dat gebeurt vooral boven de 75 jaar. Zie je dat het aantal enkelvoudige ongevallen enorm groot is. Maar het idee is ook dat je eigenlijk hoor je vaak dat als mensen een keer zijn gevallen, dat ze niet meer op de fiets durven en willen. En dat proberen te voorkomen. En daarom willen we eigenlijk mensen die nog heel fit en actief zijn, alvast die tips meegeven en die skills. Zodat als ze het eenmaal nodig zouden hebben, dat ze het dan al weten. Heeft u een aangepaste fiets? Nee, gewoon een oude open fiets. Ik heb wel mijn zadel wat laag gezet, dat ik met mijn platte voet op de grond kan. Ik ga in de toekomst ook wel veel fietsen. Dus ik wil een e-bike aanschaffen en dan de paden op de laan nemen. Wat vond je daarvan? Uitstekend, uitstekend. Heel veel informatie. Ik denk voor iedereen heel toegankelijk. En ja, we zijn natuurlijk senioren. Dus daar was het ook echt op gespitst.